Denk je ook niet? Hier nog niet over. Ja, dat is nog een beetje. Dat is een zee, hoor. Ik ben mijn gastvrouw. Wij zijn met z'n tweeën, Corine en ik zijn de gastvrouwen en de rest dat zijn de reparateurs. En we hebben een klein bestuurtje van 3 mensen. En we schrijven ze in dat ze op tijd aan de beurt komen. En ja, dan zorgen we dat, maar niet alle reparateurs doen hetzelfde werk. Dus maar we zorgen dan dat er een reparateur komt die dat apparaat kan maken. Of bekijken van, kan niet meer gemaakt, dat komt ook voor natuurlijk. Maar dan zijn mensen daar soms ook wel blij mee, want dan zeggen ze, nou, dan kan het nou echt weg. He? Ja, dus dat is vandaag ontzettend druk. We zijn al over de 30 mensen die met wat komen. En ik heb er zeker een stuk of 6 teruggestuurd, van dat komt niet meer aan de buurt. Ja. En we doen het hier nu 3,5 jaar en dat, ja, het werkt als een trein. Dat gaat echt. We zitten altijd boven de 20 mensen die met iets komen. En ze mogen maar 1 apparaat per keer komen. Want in het begin was het wel zo dat ze met 4 kwamen. Maar dan zitten anderen heel lang te wachten. Dat kan je dus niet maken. Dan, dus, dan ga ik ook aan de slag. Ook ja, wel? Ja, je doet het ook. Ja. Zelfs hier dan. Oh ja, je moet eerst hier inschrijven. Deze moet hier niet anders gaan. Het is geen democratie. Mijn empathisch gevoel zegt me dat het aan de... Ja, een beetje op tijd komen. We zijn van 1:30 tot 3:30 zijn we hier bezig. En dat is 14 dagen. Om de week. Alleen de evenweken. Ja. Alleen de evenweken? Ja, alleen de evenweken zijn we er. Ja. Kun je nog 1 keer het adres noemen? Dat is Kruisstraat, het gebouw van Avelijn, het klussenhuis van Avelijn. En dat is op de Kruisstraat. Dat is op de Riet? Ja. Dank u wel, veel succes.